De kraal is natuurlijk erfgoed, maar het is ook een plaats van herinnering. En dat betekent nog veel meer eigenlijk. Heel veel mensen die hier geweest zijn in de jaren 50, 60 en 70 hebben herinneringen aan deze plek. Aan de achterkant van de Goel, aan de Vendense kant van de Goel, was een gat in het hek. En dat noemden ze op zijn Vendo's een keertje pindrood. En dan kon je zo illegaal, als verstekeling, kon je dan de kraal binnen en had je 50 cent verdiend. Verstopt aan het einde van de Caldekerkerweg liggen de restanten van wat ooit het eerste stadion van VVV was. 60 jaar lang werd hier Vendose sporthistorie geschreven. Bekende namen als Vaas Wilkes en Jan Klaases droegen er de clubkleuren. Nu herinneren alleen nog enkele overblijfselen aan deze bijzondere erfgoedplek. VVV is in 1903 opgericht. En enkele jaren later, 9 jaar later, in de zomer van 1912, kwamen ze hier terecht. En dat was toen nog maar gewoon een veldje. Met 2 goals waren er gebouwd, maar nog helemaal geen echt stadion. Daar kun je niet van spreken. En VVV was een populaire ploeg. En wat was er in die tijd voor de Tweede Wereldoorlog? Eigenlijk niks. En je ziet dat VVV, naarmate die beter gaan voetballen, er meer gebouwd wordt hier. Dat het druk kon worden, blijkt wel uit de oudste bewegende beelden van de kraal. Ze dateren uit 1924, tijdens een wedstrijd tegen PSV. 4 jaar later werd een van de drugsbezochte wedstrijden tot dan toe gespeeld. Tussen de Zuid-Nederlandse selectie en het Luxemburgse team. De ruim 5000 bezoekers konden voor het eerst op de nieuwe, onoverdekte zittribune plaatsnemen, tegenover de hoofdtribune. In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog werd er regelmatig al een en ander gebouwd aan de kraal. Maar wat belangrijk was, is dat in 1943 er een ontwerp werd gemaakt voor een nieuwe hoofdtribune. Opmerkelijk is dat die ook nog daadwerkelijk gebouwd kon worden in de oorlogsperiode, want er kon eigenlijk bijna niks. En er was ook een gullegever, een sponsor, die 30.000 gulden betaalde, waardoor het allemaal door kon gaan. Ben Hendricks tekende dus het ontwerp voor die tribune en heeft ook precies uitgerekend hoeveel mensen erop konden. Namelijk 422 gewone bezoekers, 42 plekken waren er voor het bestuur en de gasten en ook 8 voor de pers. De tribune werd gebouwd, heeft de oorlog niet ongeschonden doorstaan. Hij werd getroffen door bommen. En het hele veld werd trouwens ook nog eens een keer omgeploegd voor loopgraven en daar vielen ook nogal wat granaten. Na de oorlog werd het complex deels hersteld. In 1948 volgde een grondige renovatie. Houten constructies werden vervangen door betonnen elementen. Het nieuwe entreegebouw met kassa's verrees en enkele jaren later werd het aantal staanplaatsen nog een keer uitgebreid. VVV was klaar voor de invoering van het betaalde voetbal in 1954. Het stadion kon 15.000 tot 18.000 toeschouwers herbergen. Jan van het Hek, André Orval, Jan Klaassen, Hans Leven, Boet in het Vel was heel veel sfeer van de toeschouwers en zo, maar zo waren het bij gewoon bij helpen. Jan Bierstekers was treinknecht. Ja, die moest nog de trainer de teltjes klaarmaken. Waarom we ons kosten wassen. Nou, zoals Zuus is er altijd ontzettend veel publiek. Er waren er altijd meer dan 10.000 mensen. En dat is later iets minder geworden in de tweede divisie, maar dat waren er nog altijd meer als dat VVV Noordtrek. Wij stonden hier zo aan de kant en die spelers die waren op een meter, anderhalve meter afstand van je. En dan kon je wat schreeuwen. En dan, die reageerden ook op datgene wat geschreeuwd werd. Er kwam Feyenoord bezoek en die zullen even bij ons kampioen worden. Een minuut verdiende en de meulenmeester die komt vrij voor de keeper en dan maak hij nou voor ons. En toen begon het hele stadion waar ze met mijn moeder toegebleven te zingen. Ja, schitterend. 13 seizoenen speelde Orval in de kraal. Totdat in januari 1972 het vernieuwde stadion De Koel klaar was. Na 60 jaar was het gedaan. Al werd er nog wel ruim 10 jaar cafévoetbal gespeeld. Begin jaren 80 ging de grote hoofdtribune door brandstichting in vlammen op. De laatste jaren werd het veld nog gebruikt als trainingsveld voor de selectie en de jeugd van VVV. Maar ook daar kwam een einde aan. Wat resteert zijn de betonnen overblijfselen,
het overwoekerde gras en de eeuwige herinnering. Is de kraal erfgoed? Ja, de vraag stellen is hem beantwoorden in positieve zin. De kraal is natuurlijk erfgoed, maar het is ook een plaats van herinnering. En dat betekent nog veel meer eigenlijk. Heel veel mensen die hier geweest zijn in de jaren 50, 60 en 70 hebben herinneringen aan deze plek. Dierbare herinneringen, kostbare herinneringen ook. En op die plaats van herinnering en bij dat culturele erfgoed aan de ingang staat het kassahuisje. Een wat vervallen nu en overwoekerd gebouwtje. En aan weerszijden van de ingang zat een meneer die verkocht daar een kaartje. Dat werd een stukje verderop, werd dat afgescheurd gedeeltelijk. Je stak het kaartje bij je en dan ging je op de tribune staan. En dan om 2:30 klonk de Mars Koning voetbal. En dan begon de wedstrijd waar je de hele week naar uitgekeken had. Hup, 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 VVV. Flink de bal.